Nou, onderzoek hield zich bezig met de vraag wanneer huismerken innovatieve producten van A-merken kopiëren en ook waar ze dat doen. In aanvulling daarop heb ik gekeken naar het schadelijke effect van die imitaties op de oorspronkelijke A-merken. En dat heb ik weer verdiept door te kijken in hoeverre het aantal huismerken in een schap van een supermarkt invloed heeft op dat schadelijke effect. Data had ik hoofdzakelijk vanuit de universiteit. Ik heb gebruik gemaakt van GfK panel data. En dat is eigenlijk data die van een groot aantal consumenten alle aankopen in bijvoorbeeld supermarkten bijhoudt. Daar komt een enorme set aan data uit. En die heb ik vervolgens voor mezelf compacter gemaakt door bepaalde maatstaven te ontwikkelen. Waarmee ik bepaalde factoren ook daadwerkelijk kan meten. Een andere bron was Nielsen data. Ik heb daarin gebruik gemaakt van advertising data en er wordt gekeken naar hoeveel er wordt geadverteerd, door wie er wordt geadverteerd, op welke media er wordt geadverteerd. En dat gaf opnieuw een set om een van mijn hypotheses ook te onderzoeken. Wat zijn je belangrijkste conclusies? Dat er factoren te identificeren zijn die de kans dat er geïmiteerd wordt onderliggen. Dus er kan gekeken worden naar het succes van een oorspronkelijke innovatie. Als het succes hoog is, is de kans groter dat die innovatie door een huismerk geïmiteerd wordt. Vervolgens de price premium in de categorie. En met andere woorden, als een A-merk hoog geprijsd is in een categorie, boven gemiddeld geprijsd is, is de kans groter dat imitatie plaatsvindt door een huismerk. Verder is bevestigd dat de innovation copycats, daadwerkelijk ook schade toebrengen aan de oorspronkelijke aanmerkproducten. En dat die schade groter is in supermarkten die zich op een lage basis bezighouden met huismerken. Kunnen bedrijven je resultaten gebruiken in hun activiteiten? Mijn onderzoek hield zich voornamelijk bezig met de A-merken. Dus ik heb vanuit hun perspectief bekeken wat voor hun nu zinvolle waarnemingen zijn hierin. En de hoofdboodschap is eigenlijk A-merken, pas op. Want zoals geïdentificeerd zijn er een aantal factoren die de imitatie dus aanmoedigen. Wat moeten A-merken daar nou mee? Wat ik aanmoedig is dat zij zich bezighouden met snelle vervolginnovaties. Dus op het moment dat een innovatie in de markt is, komt er alweer een vervolginnovatie. Zorg ervoor dat die supermarkt altijd een stapje achterloopt. Daarnaast, als A-merk, overweeg je prijsstrategie. Het is dan wel zo dat een hoge prijs ook kwaliteit signaleert en ook daadwerkelijk effectief kan zijn, maar tegelijkertijd moedigt het ook retailers, de supermarkten aan, om te imiteren. Een derde aanbeveling aan die A-merken is, kijk eens goed naar die kleinere supermarkten die minder aandacht besteden aan die huismerken. Want het effect van hun imitaties kan wel degelijk zwaarder wegen dan van de grote jongens. Een andere interessante bevinding in mijn onderzoek was dat in tegenstelling tot een hoop voorgaand onderzoek op copycats, is dat de traditionele brand equity factoren die we vonden als bijvoorbeeld leadership, het leidende karakter van een merk in een schap, en de advertising, dus de hoeveelheid dat er geadverteerd wordt met een merk, niet zozeer heel bepalend waren in of wel of niet een innovatie wordt geïmiteerd door een huismerk. Ik zag eigenlijk nog veel sterker dat sommige huismerken allerlei componenten van verschillende A-merken combineren tot een succesvolle imitatie van dus een set van A-merken in plaats van één specifiek geheel. En daarmee komt de traditionele theorie dat de brand equity waarden heel belangrijk zijn hierin op een iets lager pitje te staan, omdat het echt gaat om het innovatieve aspect dat gekopieerd wordt en misschien zelfs minder de brand equity factoren.